weer blij. Ja. Eindelijk de keuken aan deze kant weer schoon. Maar de lap moet nog opruimen. Wat is de oudste gedeelte van een helder? Wat doe ik nou? Een hele, hele goede namiddag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag zondag, de 29e van de 10e, 2023. En ja, we hebben uitgeslapen, maar je moet niet weten hoe. Ik ben er beroerd van. Ja, het is 15:45. Ja, de wintertijd is vannacht ingegaan. Ik moet nog één klok goed zetten, dat is die daar hangt. Nee, de rest gaat allemaal automatisch. Ja, en mijn horloge moest ik doen. Maar dat heb ik vannacht al gedaan. En zover ik weet, ik kan rekenen, ben ik 2 minuten voor. Maar ik heb op mijn horloge 15:47. De computer heeft het 15:45 en natuurlijk de andere twee ook. Dus en ik heb nou 48. Maakt niet uit. 2,5 minuten voor, ongeveer. Zeg maar 3 minuten. Nee. Beter 3 minuten op voor, dan ben je tenminste overal op tijd. Ja toch? En over op tijd gesproken, we krijgen straks weer een plainsbui. Dus ik ga me weer met mijn regenjas aantrekken en alles. Want deze, die zegt van dit. Ja. En de ander, die zegt van dit. Ja, dus ja. Het zijn allemaal plingsbuien. Maar het moet nou eigenlijk ook regenen, volgens die witte buienradar die het nieuws ook gebruikt. Want het is 15:40, ja, het moet nou eigenlijk beginnen, maar ik zie niks op mijn deur verschijnen aan spatjes. En dat zie ik op mijn poort, hè, mijn schuttingsdeur. Want die is heel dof rood als die droog is, maar als er dan spatten op komen, dat wordt dan donker van kleur. Maar ik zie noppen. Maar ja, we gaan ons wel klaarmaken. En ja, ik ben niet opgemaakt. De reden is dat ik gewoon, nou ja, hoofdpijn heb, misselijk ben. En daardoor ook, nou ja, als je misselijk bent, ben je beroerd. Dus ik denk, ik ga me niet opmaken. Geef het voor. Nee, helemaal niks. Ik ga wel straks proberen wat anders te doen, want ik zit daar al zo lang tegenaan te hikken. Maar dat laat ik. Ik weet niet zeker of ik het doe, dus ik zeg ook nog niks. Nee. Ik geef het met mijn meisjes boven. Er loopt er al eentje brokjes te verzamelen naar de bank toe, dus dat doet ze goed. En ik doe een regenjas aan en mijn jek eronder. En dan zullen we het beleven of het gaat regenen, ja of nee. Ja toch? Je weet me nooit. Maar ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele, hele fijne verdere zondagmiddag nog, die er nog is. En voor straks natuurlijk smakelijk eten, bon appétit. En we spreken elkaar later gewoon weer. Ja. En geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Ja, dat kan ik toch ook even goed proberen, ondanks dat ik niet in orde ben. Maar mijn meisjes gaan voor. Dan ik. Ja. Ik ga straks weer eens even een broodje eten. Ik heb ook al een droog broodje op, maar het helpt niet. Maar helpt dat bij mij. Een droog broodje. Niks erop. Maar nopeniendo. Nee. Maar oké, lieve vrienden. Geniet gewoon lekker van je ding. En dan doe je het gewoon goed. En ga overal tegenin, hè. Want Nederland is Nederland niet meer. Nee, wat las ik daarnet. Gosje, ik las daarnet iets. Moet ik even weer koekeloeren hoor, even geduld, geduld, geduld. Ja, waar las ik dat nou? De staat der Nederlanden is failliet. Het bedrijf de staat der Nederlanden is failliet. Wie gaat nu Wikipedia aanpassen met de juiste info?
Het bedrijf Nederland BV is failliet. Er zal dus een nieuwe bedrijfsleiding aangesteld moeten worden om het bedrijf te runnen. Vandaar dat de Haagse ratten het zinkende schip hebben verlaten. De regering staat nu als bedrijf geregistreerd in Engeland. Waar ging Wilhelmina destijds heen? Engeland. Hey. Ja, nou ja, zie dat maar op te vinden zelf. Ga maar op zoek op Google. Je zal het vast wel vinden. Ik vertel niks verder. Want dan heb ik het straks weer gedaan. Dat moet maar niet. Nee. Maar in ieder geval, ja. Het is niet anders. Nee, maar Nederland moet, ik vind, Nederland moet Nederland blijven. En laat die gelukzoekers weer teruggaan. Want die willen hebben dat hun talen door worden gevoerd hier. Nee, als je hier in Nederland komt wonen, leren jullie maar Nederlands. Simpel zat. Wil je dat niet? Ga dan terug naar eigen land. Zo simpel is dat. Ja hoor, ik vervloek die gelukzoekers. Echt. Oh, mijn pleister kan er ook weer af. Moest gisteren een pleister knippen, want ik had al wat een haal uitgehaald. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat zit op die vinger. Ja, dat zie je in die kras zitten. Nou ja, ik moest toch een pleistertje erbij halen hoor. Ja. Het bloedde wat. Ik denk, ik moet het niet aan mijn kleren hebben, weet je. Dus ja, dan doe je er een pleistertje erop. Zo, gaat ook weer weg. Ja, hij is dicht dus. Maar in ieder geval, ja, dat kan je gewoon opzoeken, lieve vrienden. Gewoon naar Google en je zoekt het op wat jij wilt weten. Dat hoef je niet aan anderen te vragen. Omdat je denkt van, hé, die weet het beter. Nee, vraag het Google, die weet nog veel meer dan die ander. Ja. En voorheen, ik vroeg het ook altijd aan mijn mannetje dat die er nog was. Die zei toen ook op een gegeven moment, lieve schat. Hij zegt, ik zoek het ook op Google op. Hij zegt, kan jij ook doen. Dus gewoon naar Google en zoek het op. En het geldt niet alleen voor jullie, maar voor heel veel. Want ik krijg op Facebook nog steeds vragen. Hallo, ik ben geen allesweter, hè. Ga naar Google toe. Zoek het op. Stel jouw vraag die je mij vraagt, stel die aan Google. Zet die in die zoekbalk. Dan krijg je het ook wel te weten. En dan kan je nog veel verder zoeken dan enkel maar. He? Dus ja, zoek het op Google en vraag het niet steeds aan mij. Zo simpel is dat. Ja, want ik vind het leuk, lieve nader, dat jullie alles aan mij willen vragen. Nou ja, ik zal ook nog, ik moet mijn broer nog spreken vanwege die vraag over de helden van Mirjam. Ja, nou, dan moet ik hem wel eerst zien te spreken, te krijgen. En ik spreek hem ook niet elke dag en ik zie hem ook niet elke dag en ook niet elke week of wat dan ook. Nee, er gaat tijden voorbij voordat ik hem weer eens zie of spreek of wat dan ook. Ja, maar ik zal het wel van Mirjam klaarzetten voor straks. Dat als ik straks weer terugkom met de meisjes, dan kan ik... Dat is voor Koen. Oh, wacht even. Er zijn verder geen vragen meer. Ha, enkel die vraag. Ah, dan moet ik toch even bij mijn broer wezen, Mirjam. Ja. Die weet, ja, of ik moet eventjes... ja, wacht maar. Ik zal straks eerst dat eens even uitzoeken. Ik zal het ook aan Google gaan vragen. Tja. Wat dom ben ik, hè? Maar ja, komt goed, lieve vrienden. En lieve Mirjam. Ik laat het gewoon zo staan, vergeet ik het niet. Nee, ik ga nou eerst met mijn meisjes en het regent nog steeds niet. Ik zou zeggen, tot straks. Ben je weer blij? Ja? Eindelijk de keuken aan deze kant weer schoon. Van de lappen moet ik nog opruimen, zie ik. Maar ach, kan de pret ook niet boeien. En dan kan ik nou niet bij, moet mijn stoel weer omhoog doen. De vaatwasser die draait dus. Ja. Dat kan leg je hier weer uit. En ik heb jeuk achter mijn oor. Zo. Mijn meisjes. Waar zijn die? Daar ligt de Rijka. En ik heb lekker een bakje koffie.
En daar ligt mijn grote meisje. En het spoelt weer. We waren trouwens wel net op tijd thuis. Nog niet binnen, maar toen begon het. Maar ik heb een klein buitje onderweg gehad, daar was ik niet echt nat van. Maar toch moest ik mijn jas even te drogen hangen weer voor wat ik toch in de tuin al op mijn hoofd kreeg. Want je hebt die deur ook 1, 2, 3 niet open. En de boel binnen. Dus ja, dat dus. En nou ga ik even die vraag van Mirjam doen. Dus, en mijn bakje koffie opdrinken. Dus ik zeg gewoon weer tot straks. Nou, daar zijn we alweer. Dat is heel snel. Ja, Google weet alles, hè. Ja. Voor Mirjam, jouw vraag, dan moet ik die er weer even bij halen vanzelf. Wat is de oudste gedeelte van een helder? Wat doe ik nou? Daar moet ik wezen. Ik word ook een beetje gek van een paar kaartjes die opflippen. Allemaal nieuws. En daar word ik een beetje kriegel van op mijn computer. Dat moet rustig wezen in die hoek. Blijf, nee. Hek niks mee. Nou, nog een keer. Potverdikkie. Vragen van Mirjam. Wat is het oudste gedeelte van den helder? En wat kan jij daarover vertellen? Nou, eerst wat is het oudste gedeelte van den helder? Want dat is vraag 1. Want het zijn allemaal vragen aan elkaar vast. De stad binnen de linie. Moet je weten wat een linie is. Dat is bij ons allemaal kleine grachtjes met bunkers enzovoort. De stad binnen de linie is het oudste deel en wordt in het zuiden en westen begrensd door de verdedigingslinie. Het zegt het al, verdedigingslinie. Van den Helder. In dit stadsdeel bevindt zich de na de oorlog heropgebouwde buurt. Oud den Helder. Daar heb ik ook gewoond. Oud den Helder. Dat hebben wij in de Jacob Beenstraat gewoond. Jacob Beenstraat. Op nummer 12, maar die straat is ook veranderd. Het is niet meer wat ik gewend ben. Nee, het was toen, dat ik me kan herinneren, twee brede stoepen met een brede straat. En met Koninginnedag hadden wij daar dan altijd spelletjes. Was die straat in vakken gedeeld. En in ieder vak was er weer een spelletje, zoals zaklopen, koekhappen. Allemaal van die ouderwetse spelletjes, weet je? Vind je niet meer. Echt jammer. Even zien hoor. Waar was ik nou? De verdedigingslinie van den Helder. In dit stadsdeel bevindt zich na de oorlog heropgebouwde buurt Oudenhelder. Het centrum met winkelstraten en horeca. Het station en de uitgaansgelegenheden. Wat ik me dus daarvan kan herinneren, nou ja, ik heb er dus gewoond in, wat ik al zei, met Koningsdag, maar ook hadden we daar een verzorgingstehuis, bejaardentehuis, maar niet in diezelfde straat, maar dat was aan een lange weg die er doorheen liep, of loopt er nog doorheen, het heet de Willem-Barendstraat, maar dat gebouw bestaat nog wel, maar dat is gemoderniseerd en er zitten geen oudere mensen meer met zijn. Meer, appartementen voor andere soort mensen. Ja, die ook wel hulp moeten hebben van het een of het ander, van instellingen of zo. Maar in ieder geval, daar was altijd zo'n helling naar de deur toe. Van rolstoelen natuurlijk. Nou ja, daar werd ook door de kinderen geleerd met rolschaatsen op die vier wielen, weet je wel. Nou ja, ook leuk. Ik kan me herinneren dat, nog in die strenge winters, met sneeuw en gladheid. Dat de boel helemaal wit was van de sneeuw. Wat mijn broers dan deden, van stoep naar stoep. Een baantje maken met glijden en dan water eroverheen. Dat ze een glijbaan kregen van ijs. Maar ja, voor andere wandelaars en automobilisten, fietsers, etc. natuurlijk levensgevaarlijk. Maar ja, toen kon dat allemaal nog. Toen mocht dat allemaal nog. Kom dan, kom dan. Goed zo, ja. Goed zo, kijk. Zo.
toen mocht dat allemaal. En dat, ja, dat vond ik mooi. Ik vind sowieso vind ik sneeuw heel erg mooi. Enkel, ik kan er niet tegen. En dan denk je van, hoezo kunnen ze daar nou weer niet tegen? Nou, dat is net zo met onweer. Hoofdpijn. Zit nou ook onweer in de lucht. Maar ja, ik heb hoofdpijn de hele dag al. Ik ben er beroerd en misselijk van. Ik heb net wel een broodje gegeten. Ik heb mijn koffie op. Maar ja. Maar dat doet er allemaal niet toe. Met sneeuw heb ik ook dus hoofdpijn. En als ik er naar kijk, ik vind oh zo mooi. Oh zo mooi. Dat, vooral als er nog geen dier, geen mens er nog doorheen heeft gelopen. Dat ongerepte natuur, dat mooie. Nou, het is niet wit, het is zo blauwer, hè. Zo scherp wit is het. Dankjewel. En ja, dat is gewoon een schitterend gezicht. En het eerste wat ik doe met mijn dieren, dat is kandalfje even een beetje inpeperen. Gewoon even mijn hand vol met sneeuw en dan met zijn kopje erin. Niet echt erin duwen, maar dat hij kan ruiken. En de meiden, die gooi ik erin. Hoppata, ben er maar aan. Maar ja, we hebben nog maar, zover ik me kan herinneren, zolang ik Rijka heb, nog maar één keer sneeuw gehad. Dus ja. En de tweede keer, twee keer. Maar de tweede keer was maar heel even. Toen liep ze eruit zichzelf erin en dan ging ze echt springen en gek doen en idioot doen. Dus ja, wat, hè, meisje. Maar in ieder geval, ja, dat is ja, wat ik me ervan kan herinneren. Vroeger vond ik het, als ik de oude foto's die ik me nog doorgebladerd heb, en zoals mijn broer Koen, die zet ook wel hele oude foto's neer van je bent jutter als. Kan je gewoon lid van worden als je, oh ja, ik weet niet of jij er lid van kan worden, maar je bent wel een Nederlandse, dus ja, als je meer wilt weten, dan vraag je maar of je daar ook lid van mag worden op Facebook. Maar ja, die zitten wel eens foto's op en ik denk, ja, dat kan ik me nog herinneren, heel licht. En dat vond ik mooi, dat was veel mooier dan het nu is. Veel fijner allemaal, maar ja, het. En mijn leeftijden erbij, wat ik me ervan kan herinneren, dat moet je me niet vragen, want dat weet ik echt niet. Want dat heb zo'n helder, ik heb wel een helder geheugen, maar geen leeftijden erbij. Kan ik me niet herinneren van hoe oud was je toen? Nou, dat weet ik niet. Nee, kan ik me niet herinneren. Ik weet dingen te herinneren, maar wat mijn leeftijd ervan was toen destijds, I don't know. Maar ja, dat was de oude helder dus, de oude stadsdeel. Ja, binnen de linie. Hé? Ja. En wij zitten ook binnen de linie in het centrum, dus ja. En dit is ook oud, waar ik in woon. Ja. Dus. Het is, ja. De mensen zelf die het kopen, dit is dan een huur, maar mijn buurman heeft het weer gekocht. Nou ja, die moderniseert het dan, weet je. Ja, dat is ieder voor zich. Hé, kind? Ja. En ik wil geen koopwoning. Ik huur gewoon, want ik kan van de woningstichting de boel opknappen als er wat loos is. Ja, toch? Is een heldere mooie stad, wordt er ook hier al gevraagd. Ja, hoe oud is Uitduinen? Waar is een helder bekend om? Maar ik geef er geen antwoord op. Nee, als je die vragen wilt weten, ga je zo maar eens even kijken. Ja. Ja, echt. Is Den Helder een mooie stad? Ik vind van wel, anders zou ik hier niet blijven wonen. Enkel wat ik zonde vind, is dat ze de horecagelegenheden allemaal naar een gebied toe doen waar het in mijn ogen niet hoort. En dat is de Oude Rijkswerf. Hou dat in die staat. Dat is een publiekelijke trekpleister voor vakantiegangers, etc. Het is historisch, het is oud en daar moet je van afblijven. Daar moet je geen kroegen in willen plaatsen. En dat wordt wel gedaan. En het gaat uit de stad weg en dan komen daar huizen te staan. Dat is het centrum niet meer. Nee, dat vind ik zonde. Ja, het kan misschien wel mooi zijn, op wat dan ook, maar het is wel zonde. Ik vind dat erg. Ja, hou het centrum wat centrum is en ga dat niet verhuizen. Nee. Hé? Nee, want het station ook, dat is, nou ja, voor mij misschien met 10 minuten lopen. Ja, een ander doet het iets sneller.
Als je mijn maatje neemt, Jan van Dam, ja, die doet het in 7 minuten. Maar die loopt ook wel veel sneller dan dat ik kan. En dus, ja, dat dus. Maar in ieder geval. Dit was jouw vraag, lieve Marianne. Ja, ik... Marianne, Mirjam. Hè? Ja, het is Marianne, het is Mario, het is Mary, het is... ja. Zoveel namen met een M en allemaal bijna dezelfde klanken. Dat wil je niet weten. Nou ja, dan ben jij Mirjam. Dat op mijn telefoon flikkerde, maar ik ben gek. Maar in ieder geval, ja, het is allemaal met een M. Dus ja. Ik zou zeggen, lieve schat, ik hoop dat je hier genoeg aan hebt gehad. Dan kan ik dat in ieder geval weer weghalen. Wel je straat, wacht even, wat kan je daarover vertellen? Dat heb ik gedaan. Wel je straat, was dat hoeveel mensen maximaal vroeger er woonden er vroeger, weet ik niet. Nee. Dat was de Jacobeenstraat en... Dat weet ik echt niet hoeveel daar woonden. Moet ik al die huizen gaan tellen die er nu staan? Ik weet niet. Ik rijd er wel eens langs of er doorheen, want er woont nou ook een vriendin van mij, maar... Tenminste, een surrogaatsociaal. Maar ja, hoeveel mensen er wonen, hoeveel huizen er staan, ik heb ze nooit geteld. Dus dat zal ik dan nog eens een keer proberen te gaan doen als het droge weer is. Want ik zit er ook op te spinsen, want er is ook nou een lichtshow in Den Helder. De Watertoren is weer mooi verlicht. Andere gebouwen met allemaal ballonnen, weet ik veel water, weet ik veel wat er naar beneden komt. Ze zijn zo kunstig met die verlichtingen, een heel traveel maken ze ermee. Maar ik ga niet met regen erheen. Want ik laat me niet nat regenen, dan kan ik ook niet filmen. Zelfs niet met die, want die wordt dan ook drijfnat. Dat wil je gewoon niet hebben. Nee. Nou, en mijn gekleurde lichtjes zullen het vanavond ook wel niet doen. De andere lampjes hier en daar doen het wel. Dus, maar oké. Okay. Ik zou zeggen, lieverd, ik hoop dat dit zo goed was voor jou. En ja, kom maar weer op met je vragen. Ja, ik heb nou verder geen vragen meer van jou. Die kan ook weg. Deleten. Ah, over deze vraag kan je... ja, dat kan ook weg. Delete. Dat kan weg, delete. En dat laat ik lekker staan, want dat is jouw adres. Ja. Ja, want ik moet jou nog steeds een keer schrijven. Echt schrijven. Ja, ik moet er nog eentje schrijven, die had ik een tijdje terug ook al beloofd, want die is ziek, die moet ook geopereerd worden. Mary die is inmiddels geopereerd en ik vergeet steeds haar ook te appen, dus dat ga ik straks ook gelijk even doen. Dus het komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje mee. En daar loopt onze Kandoffie. Ja, die weet echt niet wat hij wil. Hè, kerel? Hij wil naar buiten, maar het is donker en dan moet meneer aan wennen. Dan mag hij niet meer naar buiten. Ja. Maar, ik ben trots op mezelf, al zeg ik het zelf. En ik ben ook blij, want ik heb wat afgemaakt. En dat is de uren van Eowyn. Grote letters Eowyn. Ja. Ja, naar die prinses uit de Lord of the Rings. Ja, dus helemaal haar ding. Het was ook een prinses, dus ja. Ook in het echt, mijn poesebeestje was een prinses. Ze kon precies zo zitten als een prinsesje, 1 pootje omhoog. Dus ja, ik ga haar as er zo in doen, dan kan dat erbij. En ik ga alle andere as van de diertjes bij elkaar in 1 strooipotje gooien, wat overblijft. En dan gaat het ook de zee in bij de rest. Ja. Er waren wel geen zeedieren. Nou ja, ik kent ook in de natuur. Mijn mannetje was ook natuur, dus ik gooi het wel in de natuur. Ja. Maar dan moet het knap weer wezen.
Maar dan heb ik daar dus nog maar één strooipadje staan, daar hoe straks. Dus ik ga dat even doen. Ik had met plakken had ik dat ding zo leggen tussen die plankjes in. Dan kon hij niet rollen. Dus ja, helemaal toppie. Dus die plankjes kan ik weer opruimen. Dus dat gaan we doen. En dan gaan we weer verder. Ja, mijn meisje ligt er lekker te slapen. En ik heb een heleboel licht daar, want ook die lampjes aan. En hier staat een bak met speelgoed. En daar legt Elving in de ondermand. En dan kun je wel denken van waarom staat dat midden in de kamer. En daar staat ook wat. Met de spiegel. Ja. En allemaal troep eraan, wat uitvalt. Ligt ook al een blad los, chiniek. Dat komt daar ergens tussenuit. En dat laat allemaal los. Hij was ooit mooi. Ik heb hem ooit overgekocht. Hij was tweedehand dus. Ooit overgekocht. Voor 50 euro. Kun je nagaan. Wat een dure. Ja, er was nog een vriendin ook. Ze leeft helaas niet meer. Maar tenminste vriendin. Een kennisje. Die is overleden. Maar daar had ik die spiegel van overgekocht. Tweedehand dus. 50 euro. Ja. Maar ja, toen vond ik hem mooi, maar hij ruigelt niks anders dan uit. En ja, hij is weer te koop en degene die hem opknappen kan, die knapt hem maar op. Ik kan dat niet. Ik ben niet zo'n held wat dat er gaat. Ik ken een hoop, maar dit soort dingen niet, nee. Hij is te koop, nou ja, voor een tientje mag je hem hebben. Hooguit 5 euro. Verder ga ik niet naar beneden. Nee. Dus ja. Hij gaat nu straks naar boven. En daarom zeg ik, plakband moet er nog even af. Ja, dat heb je wanneer je de boel versiert met kerstspullen of wat dan ook. Nou, nu is de plakband daar weer ingevallen. Hier al, nou hier zit nog, daar zit nog. Nou, komt wel goed. Maar wat heeft nou gedaan? Wat hangt er nou? Ja. Ik heb ook heel wat fotolijstjes te koop. Het is maar waar je van houdt. Het is een hele oude antieke. Daar heeft een jeugdfoto van mijn mannetje in gezeten. Nou, deze soort lijstjes. Ja, dus. En kom op. En dat soort lijstjes. Ja, en dus ja, dat hij komt te koop. Dus wie het wilt hebben, die neemt maar contact op met mij op Facebook of wat dan ook. Ja, wil je ze hebben? Nou, dan kun je ze komen halen. Maar ja, wat heb ik dan met die foto's allemaal gedaan? Ja, wat heb ik daar nou mee gedaan? Nou, kijk, er hangt er nog 2 in zo'n lijstje. Die konden er niet in, die waren te groot. Maar de rest, nou ja, ik heb eindelijk die lijst die ik voor Karin en Roderick heb gehad, ooit, weet ik veel wanneer, een paar jaar terug, heb ik die gekregen en daar heb ik het nou in. Ja, en ook mijn 2 hondjes die ik ooit heb gehad, Beauty en Lady, ja, toevallig had Beauty en Lady, de grote hond die er zit, ja, houd je waffel, nou ja. De grote hond die heet Lady en de hond die er ligt heet Beauty. Was Beauty. Ze leven ook niet meer. En dat was mijn mannetje dat hij nog een kindje was. Ja. Nou ja. Dat hangt er nog en die is niet van mij. Maar die blijft wel hangen voorlopig. Dat is de pleegvader van Sky. Ja. Nou, en dat zijn de 3 dikken op een rij. Mijn oudste broer, die meneer, dat is mijn oudste broer, geen contact meer mee. De middelste, mijn eigen vader, nou ja, die leeft ook niet meer, maar die moest mij niet als kind zijnde. En dat is een tante zeggen van me en een zoon van mijn oudste broer. Ja, dus ja, dat dus.
Nou, en dat jongetje, dat zwart-witte fotootje, dat was bij mijn mannetje dat hij nog een kind was. En nou, de rest zit er allemaal in verder. Dus ja, ik heb enkel mijn tante een stuk af moeten knippen. En mijn moeder kan er ook niks aan doen, maar ze staan er wel op. Ik zit in het midden, maar ik ben er nog. Dat was de enige foto van mijn moeder en mijn tante zo. Ja, en daar zit ik ook weer in het midden. Deze. Dat zijn de beide tantes. En die tante links, links, dat is dezelfde tante dan daar aan die kant. En dat is mijn moeder. Nou ja, die zit er ook een paar keer op. Dat is mijn moeder, dat is mijn moeder. Hier is dat mijn moeder en mijn stiefvader. Of mijn stiefvader zeg ik Christief tegen. En daar is mijn stiefvader ook weer. Dus ja, dat dus. Ja. En ja, mijn mannetje zit nog in het lijstje. Mijn schoonouders zitten nog in hetzelfde lijstje. Want ja, een kleinere foto heb ik er niet voor. Dus ja, dat dus. Ja, ben er blij mee. Het is een stuk rustiger geworden. Ja, al die lijstjes, het was mij te veel. Te veel. Dit is me nog te veel. Ja, maar ja, dan moet je ze anders hangen. Ja, ze moeten er wel blijven, hè. Ja, eigenlijk wel, maar het is me te veel eigenlijk. Ik wil die tierlantijntjes, ja. Het moet een beetje, die foto's, ja. Sky moet ook maar eventjes, even zien hoe we dat doen. Desnoods uitknippen, een klein lijstje. Dus, anders is het mij te veel op die muur. Ik wil het een beetje opgeruimd hebben, maar het is een heel eind opgeruimd, vind ik zelf. Want 1, 2, 3, 4, 5, 6 schroeven leeg. Dus 2 zijn er eruit gehaald en die andere 4 hangen nog vanwege, ja, daar komen de kerstspulletjes op te hangen, hè. Ja, dus ik ben er blij mee en ik ga de camera aan de stroom gooien, want anders zegt hij straks van doe het zelf maar. Hè, Rijka? Zeg maar ja. En dan gaan we kijken wat het weer gaat doen. En dan gaan we met de meisjes lopen. En ik moet nog eten. Nou ja, et cetera, et cetera. Dus ja, dat dus. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden. Ja, ik kom weer bij jullie binnenvallen. Want het is bedtijd, zeg maar. Het is 1:50. Kijk, net op mijn telefoon, want ik heb de computer al uit. Ik ga weer lekker even een kruikje klaarmaken, want ik heb koude voetjes. Dus ja, dan moet ik toch een kruik hebben. Dat kan weer uit. Zo. Dus ja, dan gaan we lekker weer slapen. De meisjes die zijn buiten geweest. Dus ja, ook dat hebben we gedaan. Tussen de buien weer door. Want het doet niks anders dan regenen, regenen, regenen. Af en toe is het even droog. Nou ja, dan ga je er gauw even eruit en dan... Mag je hopen dat je op tijd weer binnen bent. En dat waren we. Dus ja, komt helemaal goed. We gaan nou lekker naar bedje toe. Dus ik wens jullie allemaal een welterusten. Lekker slapen. En gezond weer op. En degene die moeten werken, ik zou zeggen, werk ze. En genieten van met wat je doet. En ben je vrij? Nou ja, wees dan een keertje blij. En krijg je net zoals ik een huishoudelijke hulp. Nou, ik ben niet de enige die dat morgen krijgt, dat ook. Krijgt onze Mary dat en onze Jan van Dam krijgt dat. Ik zou zeggen, er veel meerdere. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En jullie weten het ook, God je houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg daarom, tot aan de andere kant van de nacht. Doei!